Amsterdam, Hans Heijnenmaker daarvan. En vanaf 13 mei te zien is in diverse bioscopen in Nederland. Hoe heet die? Het Surinaamse Legioen. Het Surinaamse Legioen. Een bijna anderhalf uur durende documentaire over Stanley, zijn voorgangers en zijn collega's. De plaats van de Surinamer in de Nederlandse voetbalwereld. Waarom heb je dat gemaakt? Nou ja, waarom? God, een heel lang vraag. Maar eigenlijk viel hem altijd al op dat er zoveel goede Surinaamse voetballers op de Nederlandse velden aanwezig waren. Ja. En dat ziet iedereen natuurlijk wel. En op een gegeven moment zie je een boekje in de handel. Umberto's boekje? Umberto heeft zijn geschiedenislessen goed gerepeteerd, opgeschreven. En dat is jouw leidraad geweest? Ja, nou, dat heeft me wel... Het was zo dat de producent waar ik mee werkte, die zelf ook half Surinaams is, die zag Umberto op een gegeven moment bij de presentatie van zijn boek handtekeningen uitdelen. En die zei van, hey, die Umberto, die ken ik nog van vroeger. Dus ze zijn met elkaar in gesprek geraakt. En de producent Karel van Ostenbrugge dacht toen meteen van, ja, dat is misschien interessant om mij eens te laten lezen. En zo ben ik eigenlijk... Even over jouzelf. Jouw tongval doet niet vermoeden dat het de noordelijke provincies zijn. Wat is jouw achtergrond? Ik kom uit Zuid-Limburg. Ja. Dus er zaten weinig Surinamers in mijn omgeving. Ja, vond je dat te gek, dat Surinamers voetbalden? Die kwamen niet in Limburg. Nee, wat mij in de tijd wel opviel toen ik voetbalde, was dat de gekleurde spelers vaak opvielen. Waarom? En niet in negatieve zin, maar eigenlijk in positieve zin vaak. Omdat ze beter waren? Ja, ik kan me herinneren, er was een Indonesische voetballer bij mij in het team die ontzettend goed was. Molukkers waren hele goede voetballers. Gek genoeg viel dat heel erg op. Nou, dat zit dus in die hele documentaire van jou verpakt. Ik stelde straks om 9:54, dames en heren, om precies te zijn, een beetje verkapte huiskamervraag. Wie was de eerste Surinamer die voor het Nederlands elftal uitkwam? Dan moet je heel ver terug. Het is ook mooi. Het zit in de documentaire vast. Humphrey Mijnals. En zo ging het toen. Hoge bal in het doel. Humphrey Mijnals herhaalde een prachtige acrobatische omhaal. Dat is mijn eerste interlandwedstrijd 1960. Daar ben ik ontzettend trots op. Omdat ik de eerste Surinamer ben in het Nederlands elftal. Dus daar ben ik trots op. Een van die Bulgaren die kopte de bal via de lat en die kwam terug. Ondertussen maakt hij een verkiekbal tegen Frans de Munk. Maar dat hoorde je fluit niet, maar ik lag er eens in de lucht. En toen ontstond dit. Dat zag je niet gauw, hè, van een verdediger? Nee. Nou ja, Brazilië wel hoor. De meeste Brazilianen in de achterhoede. En zoals een, hoe heet je nou weer, een mooie goal gemaakt heeft, Van Basten. Die heeft ook zo'n mooie omhaal gemaakt. Maar niet zo hoog, want dat kan hij niet. Dat is echt Stanley Menzo. Dat vond ik zo prachtig, want hij meent het ook, hè? Ja. Mijnals. Want je ziet ook, hij geeft ook meteen aan waar hij vandaan komt. Zulke omhalen, die werden gemaakt, Brazilianen deden dat. En Surinamers zijn, of hoe we het wenden of keren, jullie zijn buren van Brazilië. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja. Dus Brazilianen konden dat en Marco van Basten kon het wel een beetje, maar niet zo hoog. Ja, klopt. Ja. Jij komt uit Suriname, je bent daar geboren? Ik ben daar geboren, ja. Hoe heb jij het voetbal leren kennen? Daar, op straat, pleintjes? Nee, het voetbal heb ik dag 1 in Nederland leren kennen. Ik heb, zover ik weet, nooit in Suriname gevoetbald toen ik daar nog woonde. Mm-hmm. En het eerste wat ik hier deed was inderdaad voetballen. Ja. Volgens mij de eerste dag al. Met Amsterdamse jongetjes? Ja, vriendjes op straat. En zeiden die tegen jou van, jij bent heel gek? En raakten ze je aan omdat jij zwart was? Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik denk ook niet dat het zo gebeurd is of dat het zo was. Maar ik kan het me in ieder geval niet herinneren. Nou, die eerste Surinamers, daar heb je ook mee te maken gehad, die hier kwamen. Die hadden dat wel natuurlijk. Hè? Dat moet een bezienswaardigheid geweest zijn. Ja, dat waren de eerste zwarte mensen, zoals ze het zelf zeiden, op straat. Ja. Ja. Vooral Cornelis Johnson, die in Den Bosch over straat ging. Die durfde bijna niet de straat op te gaan. Hè. Dat zegt hij ook in die film ook. Omdat hij gewoon het gevoel had dat hij niemand had om een praatje mee te maken. Niemand van zijn eigen... En
Nou, er is zelfs een groot talent geweest, Charlie Marbach. Die zit helaas niet in de film. Ja. Maar dat was... Dat moet de beste geweest zijn ooit, zeggen ja, ze wel eens. Ja, ze zeggen dat was het grootste talent. Maar die, is, ja, die kon zich niet staande houden binnen die Nederlandse maatschappij. Die kwam uit Coroni. Ja. Dat dorpje waar familie ook, bedoelde, de vader van David komt er vandaan. Hasselbeink komt er vandaan. Winter. Bogarde. En ja, dat is een broedplaats van veel talent. En er kwam in de jaren 50 ook Charlie Marbach vandaan. Alleen, ja, het is zo ver van de stad. De Mijnaldsen waren al eerder van Mungo naar Paramaribo gegaan. Dus die waren wat meer gecultiveerd, of hoe je het wil noemen. Dus die konden zich makkelijker aden in Nederland. En de stap voor hem was dus te groot. Ja, maar wacht even, Hans. Ik wil er nog een klein stukje uithalen. We schrijven dus de zwart-wit jaren. Mijnaldsen had een vriend, Kruin. En die kon ook goed voetballen. En die heeft ook een fantastisch verhaal in de film. Ik kwam eigenlijk eerst naar Nederland voor Blauw-Wit. Maar Blauw-Wit die liet mij gewoon in de steek. En toen heb ik naar een vriendinnaas gebeld naar Utrecht toe. En die heeft het bestuur van Elikwijk gelijk gevraagd van... ik heb nog een goede midden voor, Michel Kruin. Hij wil naar jullie komen. Nou, zijn ze me gelijk komen halen. En eerst wat ook gevraagd werd door van de trainer van Elikwijk... van Heuvrie kan die meneer Kruin ook goed voetballen. En toen zei Heuvrie mij als... Michel, heb jij je album bij je? Ik zeg, ja, ik heb mijn album bij me. De trainer en de voorzitter gingen gelijk in bladeren. En die zeiden gelijk van, ik heb dat gezien. Inpakken en meenemen. Maar intussen had Heuvrie mij als zijn eerste wedstrijd gespeeld. En dat ging niet zo als het hoorde. Toen dachten ze, nou, de tweede man komt weer hier. Dus dat zal ook niets worden. Toen hebben ze mij gewoon van de kade opgehaald... en gewoon neergezet in een hotel in Amsterdam. Het is het bekende Victoria Hotel. En, ja, tegenover Centraal Station. Ja. En daar heb ik ongeveer zo 14 dagen gewoon... over het balkon af te roepen kijken of ik een donker figuur kon vinden. Want in 56 waren er niet veel. En toen kwam er toevallig eentje langs. En toen riep ik in Surinaams tegen hem. En die kwam gelijk boven. En heb ik hem de verhalen verteld. Ik zeg, nou, ik ben hier voor Blauw-Wit. Maar Blauw-Wit, die laat niks van zich weten. En die, als ik bel, zeggen ze gewoon, neem een taxi en kom naar hun stadion. En dat wilde ik niet. Dat waren de jaren 50. Jij bent natuurlijk in een, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen... in een andere golf ben je naar Nederland toegekomen. Jij kwam ook niet om te voetballen, jij kwam als een klein jongetje. En later assimileerde jij, je kwam in een witte wereld uit. Toch heeft de Surinaamse voetbalwereld altijd iets eigens gehad in ons land. Ben je het met me eens? De Surinaamse voetbalwereld? Ja, jullie Surinaamse jongens trokken op een of andere manier toch naar elkaar toe. Er werden aparte Surinaamse clubs gemaakt. In Amsterdam een paar, Utrecht, Rotterdam. Bah, dat was voor mijn tijd. Die clubs zijn ontstaan echt voor mijn tijd nog. In mijn tijd, of tijdens mijn tijd, is eigenlijk was het vrij rustig, moet ik zeggen. Mijn tijd is Gullit, Vanenburg, Winter. Ja. En daarna is er eigenlijk weer een golf gekomen met nog meer talent. En, maar het was allemaal in Nederland opgeleid talent. Ja. Want de heren Mijnals en Kruin, jullie aartsvaders, als je het zo mag zeggen... die kwamen speciaal hier naartoe, wisten niet wat ze zagen. Jullie kwamen uit de Nederlandse samenleving. En maakten toch ook wel wat mee, geloof ik? Ik ben blij dat ik... Als ik het zo terugzie, ben ik blij dat ik een andere periode meegemaakt. Want ik ben westers opgevoed... ik ken de Nederlandse mentaliteit. Ik weet wat het is om in sneeuw te voetballen. Dus ik kan er veel beter mee omgaan dan die mensen die... die in de jaren 56, ja. 57 kwamen. Ja. Ja. Jij zegt ook ergens in de documentaire, zeg je van jezelf, ik ben een Nederlander. Ik ben geen Surinaamse voetballer. Okay. Ik heb nooit in Suriname gevoetbald. Ik heb geen Surinaamse voetbalachtergrond. Ik heb een Nederlandse voetbalachtergrond. Je hebt hem heel duidelijk in beeld genomen op het moment dat de Suri-profs teruggaan naar hun roots. Dat is een hele, hoe moet ik dat zeggen? Dat grijpt je aan als je naar die
sequence van beelden kijkt. Ben je dat bewust? Heb je dat expres gedaan? Ja, er zitten beelden in dat je werkelijk met tranen in je ogen zit te kijken. Welke beelden? Er is een speler die zijn vader voor het eerst ziet. Ja. Dat grijpt je aan. Hij is daarbij en hij heeft een wat ik straks tegen je zei, Sten, je hebt een hele belangrijke invloed op iedereen. Hoe je het ook wendt of keert, ze luisteren naar je. Ja? Oh. Ja, jij zegt, oh, zo was het toch? Of heb ik dat verkeerd gezien? Zoals hij daar staat. Ja, maar het ging ook niet altijd even makkelijk. Oh, ja. Nou, ja, natuurlijk moesten ze naar hem luisteren. Maar ik geloof niet dat ze altijd zin in hadden. Dat ze ook wel probeerden hun eigen gang een beetje te gaan. En jij hebt geprobeerd om dat dan weer vast te leggen. En dan komt er een wel belangrijk moment in de hele documentaire. Dat is als er gevoetbald moet worden. Dan moet je je voorstellen, dan moet je dus voetballen. Een Surinaamse selectieploeg tegen de Suriprofs. Dat zijn dus die jongens die uit Nederland komen, die een geweldige naam hebben, die rijk zijn, die alles hebben. Die hebben een coach meegenomen en dan gaat het om een wedstrijd. Ik stel u voor aan de coach Stanley Menzo. Ga er maar vanuit dat je vandaag enorm veel weerstand hebt en krijgt van één publiek. Ze zijn echt niet voor je. Als ze tegen Guyane spelen, zijn ze voor je. Of als je een hele mooie goal scoort, dan gaan ze niet voor je klappen. Maar mooie acties, dan gaan ze niet voor je klappen. Ander weerstand, het veld. Ze zijn niet op gewend te spelen, dit soort velden. Stroef, hoog, ook een weerstand. Misschien de grootste weerstand wordt vandaag toch die tegenstander. Die willen ze niet belachelijk laten maken door spelers uit Nederland. Of willen verliezen van spelers uit Nederland. Want als wij verliezen vandaag, of als wij slecht spelen, horen we het 2 weken. Maar zij horen het een heel jaar, misschien wel langer. Dus die gasten gaan er volop. Die gaan zichzelf overtreffen. We worden ook aangezien in de Surinaamse gemeenschap als de ambassadeurs van het Surinaamse voetbal in Nederland. Dat wil zeggen dat je niet mag falen op bepaalde dingen. Je mag zeker niet falen op de dingen waar ze hier in tekort schieten. Organisatie, discipline. Want dat is waarom het hier niet zo kan gaan. Sorry. Zelf duidelijk is, daarin mag je sowieso niet falen. Dat je verliest misschien, oké, dat kan gebeuren, iedereen kan verliezen. Maar in dat soort dingen mag je niet falen. Want daarvoor zijn we hier. Om die mensen, die spelers, dat aan te leren, dat bij te brengen. He, organisatie, discipline. Klopt. Ja? Klopt, ja. Mooi stukje hier. Ik vind het ook heel mooi, moet ik zeggen. Het is precies zoals ik het... Het komt over zoals ik het inderdaad zo bedoel. Zo voel jij het? Ja. Klopt. Jij komt daar met jouw westerse manier van denken en doen. Ja. Maar je staat toch in jouw eigen land. Ja, het is heel vreemd. We zijn er wel eens vaak met de Suriprofs geweest. En in het begin speelden we altijd tegen Surinaamse ploegen. Of tegen het nationale elftal. En we hadden nooit het publiek mee. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nee, als we komen willen we ook een keer tegen een tegenstander spelen uit een buurland. Uit een buurland. Want als we daar tegen spelen, hebben we het Surinaamse publiek wel achter ons staan. Maar wil je zeggen dat als ze niet voor je zijn, dat ze dan tegen je waren? Ja. Was het een coole ontvangst? Of nee, dat niet. Het is een hartelijke ontvangst. Maar tijdens de wedstrijd zijn het Surinamers en dan zijn wij Nederlanders. Hans, dat heb jij dus moeten voelen daar? Ik denk dat Stanley wel gelijk heeft. Het was geen coole ontvangst, dat niet. Nee? Absoluut niet. Maar het is natuurlijk niet leuk als je 1-0 maakt, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0... En de reacties worden steeds stiller op de tribune. Er liepen al mensen weg, zag ik. Er lopen mensen weg. Na 3-0 lopen de mensen weg. Daar komen ze niet voor. Maar hoe kijkt de Surinaamse voetbalfan dan tegen hun aan? Als goden of als weglopers? Het woord grani wordt wel eens genoemd. Grani, wat is grani? Woord voor... Grani, eer. Ik geef je een grani. Media grani. Jullie zijn weggegaan. Ja, nou, ik moet zeggen, dat op het moment dat we daar zijn, worden we eigenlijk als Nederlandse voetballers bekeken. Ja. Op het moment dat we terug zijn in Nederland, kijken ze naar de televisie als de Surinaamse voetballers in Nederland. Ja. Zo, dat gevoel heb ik continu. En het is... En waar voel je het lekkerste in? In welk bad? Ik ben eraan gewend en ik voel me... Ja, Suriname blijft toch mijn land. Ik woon nu al 36 jaar, of nee, 34 jaar in Nederland. Maar Suriname, als ik terugga naar Suriname, heb ik toch iets van... Ik ben thuis. Er zit een stuk in Vincent Bogarde die wij allemaal als een harde bikkel kennen.